Oké, daar komt ie. Dag jongens en meisjes. Vandaag hebben wij van Playmobil iets heel gaafs. Namelijk deze doos met allemaal vakjes. En achter elk vakje zit een leuk Playmobil speelgoedje. Kijk, hierachter zie je al het een en ander. Zijn jullie benieuwd wat in alle vakjes zitten? Kom dan snel kijken. Oh ja, en ben je nieuw? Abonneer dan op ons kanaal met dat rode knopje beneden. Want dan krijg je namelijk gratis een berichtje als er een nieuwe video is. En we gaan weer aan heel veel kinderen de groetjes doen. Kom, we gaan snel beginnen! Dag jongens en meisjes. Leuk dat jullie weer kijken. Ik heb vandaag iets heel speciaals van Playmobil. Ik zag deze Playmobil adventskalender in de winkel liggen en ik dacht, weet je wat? Die ga ik met jullie samen uitpakken. Want als ik straks deze doos openmaak, kunnen we allemaal verschillende vakjes openmaken, wel 24. En achter elk vakje zit iets leuks van Playmobil. Zijn jullie er klaar voor? Kom, gaan we snel de doos openmaken. Zo, ik heb dit nog niet eerder opengemaakt. Dus even kijken hoe dit zit. Maar volgens mij, ja, kijk eens. Kijk. Oh ja. Oh, dit is wel een hele grote doos. Eens even kijken. Laten we eens met de achterkant beginnen. Want, kijk, hier vond ik iets. Laten we eens even kijken. Kijk, hier kunnen we een leuk huis van maken. Oh, dit is cool. Kijk eens even, ja. Laten we dit eerst eens even in elkaar zetten. Zo jongens en meisjes, kijk. Het huis hebben we even in elkaar gezet. Maar dan is het nu tijd om de vakjes open te maken. En kijk eens even. Zien jullie al het eerste vakje? Ja, kijk, daarboven in de hoek. Laten we daar maar eens even mee gaan beginnen. Vakje nummer 1. Wow, kijk eens. Oh, die kunnen we er zo uithalen. Hé, hey, dag mevrouw. Oh, kijk eens even wat leuk. Hé, hey, dit is grappig. Die zetten we even hier neer, zo in het huis. Ga daar maar staan. Zien jullie nummer 2 al, jongens en meisjes? Ja, ik wel. Kijk, hier. Ja, daar is die. Drukken we hem in. En openmaken maar. Oeh, kijk eens, een heel doosje zit daarin. Eens even kijken. Oh, met stickertjes. Laten we eens het elastiekje er eens even afhalen. Kijk. Oh, leuke stickers. Oh, kijk eens. Een puzzel. Een horloge. En een armbandje. Laten we die sticker hier eens even opplakken. Zo. Voilà. Dekseltje erop. En dan hier. Kijk, aan de zijkant. Dat is leuk. Gaan we zo'n mooie kerstslinger plakken. Kijk eens even. Zo. Hé, hey, dat ziet er leuk uit. Kijk, en die zetten we hier neer. In het kersthuis. Heel leuk. En jongens en meisjes, nummer 3 al. Ja, ik zie hem wel. Kijk, daarboven. Kleintje is dit. Laten we eens even kijken. Wat zit daarin? Oh, in een plastic zakje. Kijk eens even. Oh, wauw. Dit is een computer. Die gaat hier. Kijk. 2. Dat is 1, toetsenbord. Ja. En dan nog het beeldscherm. Zo. Kijk, beeldscherm. En hoppakee. Kijk eens even wat leuk. Zien jullie nummer 4 al? Ja, kijk even hier. Ja, daar is die. Nummer 4. Oh, wat leuk. Ja, ik zie het al. Kijk. Een popje en een wieg. Kijk eens even wat leuk. En daar ligt de pop in. Hé, hey, grappig hè? Tijd voor vakje 5. Kijk eens even. Oh, dit is gaaf. Dit hadden we laatst ook al een keer in een andere video volgens mij. Kijk eens even. Een raceauto van Playmobil die echt kan rijden. Dat is cool. En dan kunnen ze wel draaien als het goed is. Zo, en dan deze gaat hierboven. Kijk. Opletten. Hey.
Kijk eens even, dat is mooi. Hé, hey, dat doet hij leuk. Hé, hey, nummer 6. Dat is wel een groot vakje. Laten we die eens even openmaken. Oeh, wat zit daarin? Oh, kijk eens even. De kerstman, jongens en meisjes. Oh, dit is geweldig. We hebben nu al de kerstman. Dit is gaaf. Kom maar eens even, meneer de kerstman. Ho, 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 dag jongens en meisjes. Ho, 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 vrolijk kerstfeest. Dit is leuk. Kijk, dan hebben we zijn muts. Zet die maar eens even op. Oh, wat leuk. Geweldig dit. Ja, ik hoop dat we deze snel zouden krijgen. Kijk, die krijgt natuurlijk een mooi plekje hier. Zo, gaat u maar even hier staan, meneer de kerstman. Zo, we gaan door naar nummertje 8. Kijk eens even. Hé, hey, dat is de zak van de kerstman. Kijk eens even. Oh, en er staat ook iets moois op. Hoor, het lijstje van de kerstman. Hé, hey, wauw, dat is cool. Kijk eens, meneer de kerstman. De zak met uw lijstje. Volgens mij heb ik iets overgeslagen. Kijk eens even wat hier is. Nummer 7. Ik heb net nummer 8 opengemaakt, maar eerst nummer 7 natuurlijk nog. Laten we daar eens snel in kijken. Wow, die is groot. Kijk nou toch. Een lekkere stoel voor de kerstman, denk ik. Ja, daar kan de kerstman natuurlijk in zitten. Laten we die ook eens even neerzetten. Meneer de kerstman, kijk eens even. Ik heb hier een mooie stoel voor u. Ja, ik had net het verkeerde nummertje opengemaakt. Maar kijk eens even, hier kunt u lekker zitten. En de zak met uw lijstje, kijk, die zet ik even daarnaast. Oh, wat mooi zeg. Nou, het begint al echt ergens op te lijken. Wat komt er dan na 8? Ja, dat weten jullie natuurlijk wel. Na 8 komt, ja, 9. Dus even kijken wat hierin zit. Oh, wauw. Een soort, ja, van Playmobil, maar dan een Barbie-pop. Dit is leuk voor de meiden. En misschien zijn er ook wel jongens, hoor, die dat leuk vinden om mee te spelen natuurlijk. Kijk eens even. Een Barbie-pop van Playmobil. Met een leuk tasje. Oh, die is iets te groot. En nog een mooie gouden vlinder. Kijk nou toch. Wauw, kijk, een kerstengeltje is dit. Nog mooier. Ga jij maar eens even daar staan. En na 9 jongens en meisjes komt natuurlijk... Ja. 10. Oh, kijk eens. Kijk eens even. Een soort rijdend hobbelpaard. Dat is leuk. Kijk eens wat leuk. Hé, hey, leuk zeg. Nummer 11. Hé, hey, een kant-en-klare tafel. Met mooie glittertjes erop. Hé, hey, leuk. Die kunnen we hier neerzetten. En dan kunnen we ook wat spulletjes bovenop zetten. Dat is wel leuk. Autootje. Afstandsbediening. Zo. Kijk. Heel leuk. En na 11 komt... 12. Kom er maar eens even uit wie je wat je ook bent. Oh, kijk eens. Hé. Hey, een jongetje. Oh, dit is leuk. Kijk eens even. Dit jongetje mag natuurlijk straks op bezoek bij de kerstman. Zeg maar even hallo tegen de kindjes. Hallo. Oké, die gaan we ook even neerzetten. En na 12 jongens en meisjes komt natuurlijk 13. Zien jullie die al? Oh, ja, gevonden. 13. Hé, hey, er zit heel veel in. Zo, kijk eens even. Oh, kijk eens wat leuk. Daar zitten boekjes in. Nou, 3 leuke boekjes. Kijk eens even. Nou, wat schattig dit zeg. Heel leuk, hè? En ben jij nou nieuw op dit kanaal, jongens en meisjes? Abonneer dan even op dat kanaal met het rode knopje beneden.
Want dan krijg je namelijk gratis een berichtje als we een nieuwe video hebben. Eens even kijken. De boekjes leg ik even in de tas. De zak van de kerst. Even kijken. Oh, wauw. Ja. Kijk eens, een skateboard. Zo, en dan druk je dit knopje hier zo in. Zo, kijk. Kijken. Hé, die rijdt mooi. En na 14 jongens en meisjes komt natuurlijk 15. Oh, kijk eens even. Een koffer. Heel leuk. Komt die klik? Dan nummer 16. Oh, kijk eens even. Een leuk poppetje. Ja, poppen is altijd leuk om te krijgen. Wauw, met een staartje. Heel leuk. Die zetten we even zo hier op tafel. En na 16 komt 17. Ja, kijk eens even, wat leuk. We hebben weer een poppetje. Nou, er zitten best wel veel poppetjes ook bij. Ik vind het wel echt leuk. En kijk eens wat die mevrouw voor mooie muts heeft. Zo'n mooie wollen muts. En kijk eens even. Lekkere warme handschoentjes. Kijk, wat gaaf. Heel lekker, kijk eens even. Wauw. Heel, heel leuk dit. Kijk eens, we zijn bijna op de helft. Maar we hebben wel hele leuke spulletjes uitgepakt. Heel veel speelgoedjes. En de kerstman natuurlijk. Wat leuk. En na 17 jongens en meisjes komt, ja kijk eens, 18. Kijk. Oh, wat leuk dit. Kijk, een mooie tas met een leuk teddybeertje. Kijk nou toch wat schattig, een teddybeer. En een leuke tas, daar kunnen we hem in stoppen, kijk. Zo, ga er maar in. Hé, hey, kijk eens wat leuk. Is dit niet schattig? Heel grappig ook. Kijk, leuk, daar is het teddybeertje. En kijk eens jongens en meisjes, na 18 komt, ja 19. En wat zit daarin? Ja, dit vind ik wel een van de allerleukste. Naast de kerstman is dit, jongens en meisjes, de sneeuwman. Oh, wat leuk. Kijk eens even. Oh, dit vind ik... Ja, ik vind dit zo gaaf. Ik hoop ook zo dat het bij ons nog gaat sneeuwen in Nederland. Hij moet natuurlijk een wortel in zijn neus. Kijk eens even. Dit is grappig. Ja, kom er maar in. Kijk eens. Oh, dit lijkt al echt. Zijn hoed. Maar hij mist zijn armpjes nog. Dit is de eerste tak. En dat is de tweede tak. Kijk nou toch. Dit is toch leuk. Heel schattig dit. De sneeuwman. Kijk, en die sneeuwman die zet ik hier neer. Kijk, daar staat hij mooi. Heel, heel leuk. En na 20 komt natuurlijk 21. Jazeker. Wat zit daar nog in voor leuks? Oh. Ja. Dit lijkt wel een driewieler. Zie je dan een leuke step, jongens en meisjes? Nou, wat cool. En na 21 komt deze. 22. Oeh, daar zit veel in. Oeh, allemaal cadeautjes. Eens even kijken. Oh, dit zijn wel leuke. Kijk, let op. Dit moeten we nog even in elkaar zetten. Zo. En dit is natuurlijk de... radio. Leuk, leuk, leuk. Een microfoon. Ik denk een gitaar. En na 22 komt natuurlijk 23. Wow, daar zit ook weer veel in. Oh, wat een cadeaus allemaal. Nou, je kan wel zien dat het kerst is. Kijk eens, drie hele leuke dingen. We hebben hier een doos.
een leuke cadeaudoos. Laat ik daar het zwaard in doen en het voetbal, als het past. En doe hem zo dicht. Ja, kijk. Dit zit er nu in. Kijk, als ik hem open krijg, ja. Zie je dat? Doe hem dicht. En zet hem ook weer in het huis. Zo, die zetten we hier neer. Oké, jongens en meisjes, we zijn aangekomen bij het laatste nummertje. Nummertje 24. En kijk eens hoe groot dat vakje is. Wat denken jullie dat daarin zit? Weten jullie het al? Zullen we gaan kijken? Kom, ik ga hem openmaken. Zo, dat is een hele grote. Oké, daar komt hij. Oh, wauw. Dit is leuk. Dit wist ik niet. Kijk eens even. Een kerstboom. Wauw. Oh, dit is leuk. Eerst moeten we deze, denk ik, eromheen schuiven. Let op. 1. Dan deze. 2. En dan deze erbovenop. Kijk eens even. Dit is te gek. Oké, voordat ik nu de kerstboom neer ga zetten, jongens en meisjes. Ik had nog beloofd om de groetjes te doen aan heel veel kinderen. Zijn jullie er klaar voor? Ik wil graag de groetjes doen aan Ian van 6 jaar, Aslan en Asja, Maggie van 6 jaar, Felix van 6 uit Gemert, Tigo Karrenbelt van 3 jaar, Julia van 7 jaar, Bodie van 4 jaar uit Voorburg, Julia van 7 jaar, Jesslyn van 6 jaar, Laura in het veld, Jamie Lynn, Floris en Thijs, Cynthia, Jamie, Joey van 8 jaar, Nathan Bijma van 5 jaar, Isis van 6 jaar, Lynn, Valerie, Thiago, Cheyenne, ik hoop dat ik nu wel je naam goed heb uitgesproken, of is het Cheyenne, Ravi en broertje Nino, James van Kesteren van bijna 4 jaar, alvast gefeliciteerd, Mehmet, Evi Venroy van 4 jaar, Lucien van 3 jaar, Ivy van Laarhoven van 5 jaar, Isis van 6 jaar, Chase en Jake, Elena Pani, Ferre, Koen, Mieke, Saartje, Dario, Levi, Meike van 4 jaar en Mayra. Nou jongens en meisjes, en heb ik nou niet jouw naam genoemd en wil jij volgende keer ook de groetjes krijgen? Vraag dan even aan je papa of mama of ze onderaan de video jouw naam willen zetten. En dan doe ik de volgende keer de groetjes aan jou. Nou jongens en meisjes, dan is het nu tijd om deze mooie kerstboom neer te gaan zetten. Kerstman, u mag een beetje hier zitten. Want dan ga ik daarnaast zo de kerstboom zetten. Kijk eens even. Wauw. Wat mooi zeg. Nou jongens en meisjes, kijk eens hoe leuk dit Playmobil kersthuis is geworden. Met zelfs echt een sneeuwpop en de kerstman en een kerstboom en heel veel cadeautjes. Dit was het alweer. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Zijn jullie nou nieuw? Abonneer dan op mijn kanaal met dat rode knopje beneden. Want dan krijg je namelijk gratis een berichtje als er een nieuwe video is. Nou, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!